En nu, it's your turn. W-E-I. Wat is dat, Ab? Oh, dat zijn wij. Ja. Wij, Ab, is met een lange ei. De koe graast in de wei, Cor. Oh, oh, nee, nee, dat is niet de afspraak. De koe graast in de weide, of in het weiland, Kokkie. We hebben afgesproken in Huizen van der Laak. We gebruiken alleen de volledige woorden, jongens. Geen afkortingen, niet verkort. He? Ik kan niet wei laten doorgaan voor weiland, want dan legt er straks iemand ei voor eiland. Is aan het zoek. Kan niet. Ja, jullie kijken eigenlijk heel kleine glimlach wel, maar wel heel kritisch naar je eigen werk. Doodmoe. Altijd. Ja? Nee, goed. Ja, goed. Het is leuk. Maar jullie hebben natuurlijk nu met Koen voor de documentaire ook teruggekeken. Hoe is het eigenlijk om, als er een documentaire over je wordt gemaakt? Is dat leuk? Of hangt er vanaf wie je maakt, hè? Ja, ja. Nou, Koen dus. Met Koen is dat heel erg goed gegaan. Dus was het leuk, maar we wisten niet wat Koen ging maken. Dat was wel spannend. Dus voor het eerst dat we het niet zelf in de hand hebben, hoe wij op de tv verschijnen. Ja. Maar wij hebben de documentaires ook gezien. En dat is alleszins meegevallen. Was het lastig om die regie letterlijk uit handen te geven aan Koen? Nou, dan valt het met Koen te praten. Oh, toch wel, ja. Ja. En te overleggen. En we hebben toch met z'n drietjes wel dezelfde smaak. Als we een twijfelpunt hadden, dan legden wij dat voor aan Koen. En dan zei hij ook oprecht en ontroerd. Met tranen in zijn ogen. Ja, jullie hadden gelijk. Dit was beter. Dit was beter. Dus ja, dus we hebben het eigenlijk toch wel geregisseerd achteraf. Nee, je moet nadrukkelijk zeggen dat het Koens programma is. Ja. Echt helemaal. Als ik het zo zie, Koen, was het lastig om met de heren te werken? Nou, wat ik er spannend aan vond. Kijk, als je moet je helden niet ontmoeten, hè? Nee. Want dan verlies je ze. Dan bladderen ze af. Maar ik ben natuurlijk wel met Kees en Wim opgegroeid. Ja, net als ik. Ja. Net als wij allemaal hier aan tafel. Op school, waar op maandag had je het over, dan heb je gisteren gekeken. En ik had ze wel allebei al een keer kunnen interviewen voor de krant. Maar het is dan toch heel spannend om toch met mensen die waar je grote bewondering voor hebt, zoiets te kunnen doen. Ja. Wat wilde je graag maken? Ik wil heel graag het verhaal achter Van Cote en de Bie vertellen. Laten vertellen door de makers. Dat wilde ik graag. Hoe is dat gemaakt allemaal? Hoe wisten ze of iets leuk was? Hoe kon het zo lang blijven stromen? 35 jaar zijn ze een duo geweest. Ja. Ik ken daar geen andere voorbeelden van in Nederland. Nee. Misschien ook wel niet in het buitenland. Dat is heel bijzonder. Ja. Dus ja. En was dat opeens een idee wat je had? Of speelde die gedachte al lang in je hoofd? Nou, we hebben er een jaar of 7 geleden ook al uitvoerig over gesproken. Dat is al een tijd geleden, ja. Ja, dat is... Ja, toen kwam het er niet van, maar anderhalf... Playing hard to get. Oké, jullie wilden niet? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee, toen nog niet. Toen niet? Okay, toen nog niet. Maar nu krijg je iets over je van, ja, laten we het maar opruimen en een keer in kaart brengen. Het voordeel is dat we nooit meer een journalist te woord hoeven te staan hierna. We kunnen hem de DVD meegeven. Dit is de laatste geven, keer en dan de DVD. Allemaal in. Ja. En ook voor onze maar we hebben nooit iemand een kijkje in de keuken gegund. Daar waren we altijd huiverig voor. Omdat we met een heel klein groepje, dat zal de documentaire laten zien, het hebben gemaakt. En we dachten, als daar iemand bij zit van buiten, durven wij niet meer. Dan gaat er iets kapot. Durf je niet te spelen meer. En, maar goed, we zijn nu 14 jaar van de tv af. Nu mag het wel. En het verhaal moest dan toch een keer verteld worden. Vonden jullie zelf ook? Koen van Baak vond het 7 jaar geleden al. Maar... Ja. En een jaar geleden precies zijn we begonnen. Ja, klopt. 5 februari. Hoe heb je het aangepakt, Koen? Want je zegt, je moet je helden niet ontmoeten. Nou, dat doe je dan toch. Je maakt er zelfs een 3-delige documentaire serie over. Hoe pakte je het aan? Nou, ik heb ze geïnterviewd samen, maar ook apart, los van elkaar. En dat was... En ook de mensen met wie jullie altijd gewerkt hebben. Dat denk je, los van elkaar. Wim luisterde achter de deur als je mij interviewde. Was er altijd bij. En andersom. Ja. Nee, maar dat was heel leuk. En wat me vond heel erg... Toen zag ik van, deze mannen weten echt alles van televisie. Want we begonnen met een lange interviewdag. De dag daarop zouden we weer gaan draaien. Ja. En toen deed jij de deur open, toen hadden jullie weer precies hetzelfde aan als de dag daarvoor. Dus ik dacht, ze denken ook aan continuïteit, ze denken gewoon aan alles. Ja. Nou, dat is toch wel heel bijzonder. En nou, mijn ervaring met elkaar. Nee, dat is waar. Dat is lekker werken. Nee, het was leuk voor ons om toch ook weer eens voor de camera te staan. Oh ja? Ja. Om wat te kunnen improviseren en wat rondlopen. En ja, dat hebben we toch dwangmatig. Dan willen we toch een beetje leuk zijn. Ik vooral. Ik wil altijd veel te leuk zijn.
Wim is van de rustige, lange... Ja, Wim keek ook even rustig opzij nu. Wim is van, Wim is van de lange paas, zeg ik altijd maar. En ik ben van de dribbel. Dat is het. Want jullie zijn, want hoe heb je het aangepakt, Koen? Een aantal dagen op pad geweest, mag ik dag zo zeggen? 20 in totaal, okay. Ja. En waarheen? Gewoon plekken waar Verkoten de Bie scènes hebben gespeeld. Ja, en Den Haag natuurlijk, de bakermat van het duo. Daltonschool. Ja. Ja, maar ook andere dingen. We zijn naar het archief van Wim geweest, waar jij het grootste van Cote de Bie-archief ter wereld. Ja, dan hebben we een stukje uit jouw documentaire gepakt. Vanavond dus vanaf 21:30 bij de VPRO op Nederland 2. Van Cote de Bie sloegen weer toe, heet het, naar een krantenkop uit het verleden. Laten we even kijken naar die schatkamer, zo mag ik hem wel noemen, van Cote de Bie, die we dan zien. Dit is het grootste van Cote de Bie-archief ter wereld. Ja, hier moet ik dus nog aan beginnen, hè? Dat snap je wel. Maar dat komt allemaal goed, hoor. Hier zit in... Oh nee, dat is een jas van Jacobsen, is dit. Dit is Carla Ternauw. Dit is Walter de Roche Bruun. Een hemd van Clavan, is dit nog? Van dokter Clavan. Hier is de Duitse leraar. Die kon je zo aantrekken? Ja, die is binnen 5 minuten ben ik een Duitse leraar. Dan moet alleen Arjen van der Grijn nog een baardje aan. Maar kijk, dat zat altijd klaar om meteen gebruikt te worden. Mutsje? Dus muts, brilletje op, boodschappentasje met een halfje melk, jas aan. Ja, dit kan eigenlijk niet hoor, dat ik het nu doe, maar vooruit. Even demonstreren hoe snel het gaat. En zoals gezegd, er moet nog een klein sikje aan. Maar dan kon hij zo de straat op. Ja, zo ging dat. Nou, Koen Verbraak, dus een dag of 20 opgetrokken met de heren. En je bent kenner van Cote de Bie, daarmee opgegroeid. Zou je durven dit duo artistieke duo te omschrijven? Wat is het voor artistiek huwelijk? Poeh, ja. Nou, zij zijn in elk geval, laat ik dan vanuit de ontvangende kant het beschrijven. Ja. Zij zijn heel bepalend geweest voor hoe generaties hun humor, hun gevoel voor humor ontwikkelden. En ook hoe jullie naar de dingen keken. Ik ben 46 en ik groeide met jullie op. Jullie humor, de grappen, maar ook hun types zijn nooit leeg. Er zit altijd een laag onder of twee lagen. Jullie zeiden ook iets over de werkelijkheid. Ja. Dat was voor mijn generatie wel bepalend. Ik denk ook voor de mensen voor mij, misschien na mij nog. Ja, ik ben iets jonger. Ik word 43 komende week. Maar ik heb het ook zo ervaren. Sophie van Winden, veel jonger dan ik natuurlijk. Maar toch ook herinneringen aan Cote de Bie, of niet? Ja, absoluut. En ik vind het geweldig. Ik heb ook al een stukje van de documentaire mogen zien. En het is ook zo, ja, die schatkamer, het is zo benijdenswaardig. Ik weet wel dat wij op de toneelacademie, je bent allemaal, wil je toch op een bepaalde manier in de voetsporen treden van. Maar ja, de waardige opvolgers zijn er nog steeds niet. Dus, Echt een voorbeeld ook op het toneel. Ja. En ook die taal, inderdaad, het zegt iets over de realiteit. Maar ook in taal heeft het heel veel gegeven. En in humor, ja, ik ben ook al een fan hoor. Dus ik vind het een hele eer om zo aan tafel te Ja, dit hoort erbij, hè, als er een documentaire over je wordt gemaakt. Ik heb Sophie nog niet gezien met Breaking the News, maar ik heb de data genoteerd. Dat is goed. Kan ik wat terug doen. Han Hogebrugge, ook opgegroeid met Verkoop van Bie, of niet? Ja, tuurlijk. Het is echt een, Heb je een favoriet type? Nou, het is wel iets wat ik me altijd afgevraagd heb bij de tegenpartij. Rijden jullie iedere keer in een andere Amerikaanse auto? En ik heb me altijd gevraagd, waar komen die vandaan? Want die zijn best lastig. Ik woonde in Hilversum. Ja? En in Kortenhoef was een hele malafide, maar erg aardige autohandelaar. Ja. En elke week kwam je een andere auto halen. Kwam ik een andere halen. En de dag na de uitzending werd die verkocht. Ja, want hij was op de gewilde wagen. Maar even zeggen dat we zitten er toch een beetje ongemakkelijk bij, omdat wij heel veel prachtige dingen te horen krijgen over ons werk. Dat hebben we ons toen helemaal niet gerealiseerd. Nee? We zijn nu 14 jaar van de televisie af. En we krijgen een aandacht en een prachtige aandacht en prachtige stukken. Dus we zijn op een wolk uit de hemel hier neergedaald. We kijken dit aan en we vinden het fantastisch. Ongelooflijk, dat hadden we toen niet bedacht. Nee, en is dat ook een beetje zo, Koen? Want dat zaten wij ook te denken op de redactie. Zijn de heren nu eigenlijk legendarischer dan toen?
Nou ja, dat is de... Kijk, als iets weg is, dan merk je pas hoe je het mist, hè? Ja. Zo werkt het. En kijk, ze waren er natuurlijk jarenlang, hoorden ze bij je leven. En dan ga je ook minder zien hoe dat het bijzonder is. Mm-hmm. Maar ja, dat heb je ook als je oude beelden ziet van Cruijff of van Basten. Dat je denkt, dat was wel goed, zeg. Dan worden ze steeds beter. Ja, dat hoort er een beetje bij. In de tijd gewaardeerd, toch? Ja, toch. Dat was waardering niet te klagen. Nee, het was prachtige... We waren een onderdeel van de prachtige VPRO-televisie. Dat was allemaal... Die zondagavond werd nog samengesteld als een maaltijd. Een symfonie was dat. Actualiteiten, een stukje humor, een beetje kunst. Men ging zitten om 8 uur. En om 11 uur ging het uit. Dan kon je de televisie uitzetten naar bed. Van de VPRO-liefhebbers. Ja. En de vrijheid die we altijd hebben gekregen om te... We konden maken wat we wilden. We hebben ook een paar van die hele lange avonden gemaakt. Van 7 tot 11. Nou, we hoefden dat idee op te gooien. En het was goed. Dat is natuurlijk ongelooflijk. En hoe ging dat dan? Gingen jullie samen zitten en had je dan een vaste rolverdeling of niet? Nee, hadden het nieuws. Tegenover elkaar zitten met een vel papier of met schermen of met een schrijfmachine. En dan maar dagenlang ideeën genereren en gaan schrijven. En dan spelen. Maar dat was heel simpel. De productionele kant van de zaak was ook simpel. We namen onze eigen kinderen als rolletjes. Vrouwen, moeders, oma's, vrienden. En we konden met z'n vijven in een auto. En zeker in zo'n Amerikaan. Dus Paul, Roel, dus, geluid en Arjen. Ja, jullie vaste groep. We noemden ons Simplistisch Verbond. Maar dat is altijd zo gebleven. Omdat het zo simpel is. Dat zal in de documentaires blijken. Het is heel simpel gemaakt allemaal. Ja. Ja, precies. En nog steeds met veel plezier wordt er dus naar gekeken. Laten we nog even kijken naar een voorbeeld, omdat het leuk is om te doen. Eén van de vele voorbeelden, Juinen in dit geval. Wacht even, Hakking. Commissaris. Dat schrijf je toch met 2 M's? Je zegt het met 2 M's, burgemeester. Je zegt commissaris. Ja. Je zegt niet commissaris, maar je schrijft met 1 M, hoor. Dus commissaris met 2 S'en en met 1 M, commissaris, zeg je. Je schrijft toch ook niet welkom met 2 M'en? Welkom. Kom, je schrijft er niet commissaris. Kom. Welkom. Welkom. Ik had het natuurlijk wel goedkoper kunnen maken, burgemeester, bedenk me nou. Stom. Ik had kunnen schrijven wel commissaris in 1 keer. Want dan hadden we met 2 M's gemoeten. Anders staat er wel commissaris. Goed. Nou, over die simpelheid... Als er iets speelde op regionaal niveau of een landelijke ontwikkeling, wilden we duidelijk maken in de kleine context van Juinen, dan stond er bij Wim in het fietsenhok een bord Juinen. En dat ging achter in de auto met een paal en dat konden we overal neerzetten. En dan was het Juinen. Ja. Snap je? Ja. Ja. En dan hoefde niet te bellen met een ploeg van setdressen of dit of dat. Dat lag in onze auto en we zitten samen neer en dan dit was het Juinen. Dit bord hebben we daar op een buitenweg ergens in het Gooi neergezet. Uitzonderlijk, zo'n groot bord. Ja. Maar ja. Ik weet dat pal na deze opname komt er een autootje aan en dan roept een natuurbeheerder, wat heeft dit te beduiden? Dus ik bedoel, we gingen de straat op, maakten het en gingen we weer naar huis om een volgend typetje te maken. En op straat was het ook nog een vrolijke boel. Ik bedoel, er ging niemand voorstaan of niemand roepen. Mensen deden mee. We konden winkelen de mensen vragen, komt u even naar buiten en zegt u het vlees is weer duurder geworden. Oh ja. Ja, zo zie je dus, Koen, hoe je grote televisie kunt maken, maar heel klein kunt maken. Zeker. Ja, ja dat is ook, en dat is ook het mooie als je het materiaal terugziet. Het heeft toch nog steeds een kracht. En dat komt denk ik ook omdat jullie het vanuit de taal maakten. Jullie begonnen niet bij de pruik, maar jullie begonnen bij de tekst, bij de inhoud. Televisie is papier. Ja. Ja. En daardoor heeft het ook dat oude werk, je weet soms niet waar het over gaat, maar je voelt wel dat het leuk is. Ja. Dat wisten jullie op papier ook al? Dat is vaak, pakte dat heel anders uit. Als wij ontzettend zaten te lachen om iets en dat dan in de uitzending uiteindelijk tegenviel. Dat kan. Of omgekeerd. Dat is geen pijl op te trekken. Ik wil het graag hebben over een groot succes van jullie. Ik ben zelf opgegroeid in Den Haag, dus daar was het ook een groot succes. We deden het, zoals Koen al zei, op maandag allemaal na. En je moest trouwens bij ons op de middelbare school de clichémannetjes helemaal kunnen doen. De 14 minuten live in de house. Voor je eindexamen. Anders, voor je eindexamen, ja. Anders dan kon je niet slagen. Maar een groot succes bijvoorbeeld, dat zijn natuurlijk Jacobsen en Van Es. Laten we even kijken.